Nou, weer een stapje naar links. Ja. Dit is ook een bijzonder model. Ja, dit is een bijzonder model. Dus de Satellite Pro 4600. Het unieke hieraan was voor het eerst integratie van wireless LAN. Praten we over eind 2000, begin 2001. Dus de allereerste laptop die op de markt te krijgen was met wireless LAN en Bluetooth geïntegreerd. Want wij zaten in de Bluetooth committee. En dat was toen de tijd ook revolutionair. Dat was helemaal nieuw. En dan zien we hier nog die blauwe strip. Want jullie hebben eigenlijk aan het ontwerp van de machine zaken moeten veranderen om dat wireless überhaupt mogelijk te maken. Ja, dat klopt. In feite was de behuizing was dusdanig dat het signaal werd natuurlijk niet goed doorgelaten. Dus we hadden een plastic strip die we hier hadden geplaatst omdat hier achter die antennes zaten. Komen we nu langzaam een beetje in de tijd terecht dat mensen een beetje zijn uitgekeken op al dat grijs. En langzaam moet er een klein beetje design komen in de markt voor notebooks. Het design werd toch belangrijker en dan praten we dus over rond 92, 93. Dan mag je dus eigenlijk ook wel zeggen dat in deze tijd begint een notebook ook echt min of meer een consumentenproduct te worden, toch? Die kwamen langzaam naast de bestaande producten kwamen ook echt specifieke consumentenproducten. Dus die kregen ook andere benamingen. En we hadden natuurlijk de Tekra-lijn voor onze zakelijke klanten en de Satellite-lijn voor de consumenten. En dit is wel een Tekra-concept, zeg maar, deze machine. Dit is overigens een Portugese, een kleinere uitvoering. Maar hier zie je heel goed hoe dat design, hoe dat zich ontwikkelde. Wij noemden dit designconcept overigens Audi TT-concept. En als je goed kijkt, zie je ook wel waarom. Ja? En bij dit apparaat zie ik voor het eerst het touchpad. Ja, dat klopt. Touchpad geïntegreerd samen met de AccuPoint die wij leverden als duo, als combo in deze machine. Dan praat je over zeg maar 93, 94 tijdperk. En omdat de vraag vanuit zakelijke klanten was, ja, wij willen toch wel touchpad hebben. Maar waar heel veel andere bestaande klanten zeggen, nee, wij willen liever een trackpoint, een accupoint hebben. Dus uiteindelijk is dat dus als combi ontstaan en in het apparaat geplaatst. Overigens ook nieuw is de light sensor die we hier hebben zitten in die tijd. Dat betekende dat deze sensor die meette het licht van de omgeving en stelde daarop de helderheid van het scherm automatisch in. Wat overigens geen succes bleek te zijn, want mensen deden het liever zelf. Dus uiteindelijk is dat weer heel snel verdwenen. En deze notebook schijnt verder ook bekend te staan om zijn accuduur, om zijn accuwerktijd. De accuduur was revolutionair in die tijd, omdat 8 uur batterijtijd was natuurlijk altijd een heilige koe. Met deze machine hebben we 11 uur kunnen halen door de batterij als Select Bay ook erbij te plaatsen. Dus dan had je 2 batterijen in 1 apparaat. En je haalde daadwerkelijk 11 uur. Dat was niet zeg maar gemeten met een of andere benchmark. Dat was daadwerkelijk. Met zwaardere programmatuur kon je echt 11 uur gewoon halen. Ja. We hebben het gehad over design. We hebben het gehad over grotere schermen. Dan is het apparaat wat hier staat eigenlijk wel echt even bijzonder. Als we hem even dichtklappen. Rood. Dat moet wel even een cultuurschok zijn geweest. Ja, dat klopt. Behalve dan dat natuurlijk 17 inch op dat moment opkwam. Hij was ineens helemaal nieuw. Was het zo dat wij een vergadering in Europa hadden. Europese product managers. En daar moest besloten worden. Willen wij een andere kleur dan blauw of zwart? Of nou ja, dat waren de standaard kleuren eigenlijk. Blauw, zwart of zilver. En uiteindelijk werd voor rood besloten. En we werden natuurlijk voor gek verklaard door Amerika en door de Japanners. Maar we hebben het gedaan en we hebben er heel wat aantallen van verkocht. Het was een groot succes. Ja. En dan de kleinere Portage die hiervoor staat, daar heb je ook nog een leuk verhaal bij. Dat klopt, de Portage M300. We hebben destijds het EasyGuard concept ontwikkeld. En dat is eigenlijk een concept waarbij we teruggingen naar de roots van... Toshiba staat bekend om kwaliteit. Die kwaliteit moest echt in de machine terugkomen. Dus wat wij gedaan hebben, speciale voorzieningen. Zoals de speciale stootbumpers aan de zijkant. Het moederbord was wat teruggetrokken van de zijkant. Zodat die wat meer stoten kon hebben. De harddisk werd in rubber ingebed. De backlight werd in rubber ingebed. En ik ging dan op pad met zo'n machine onder mijn arm. En die liet ik dan echt vallen van, laten we zeggen, 30 centimeter boven de tafel. Liet ik hem gewoon naar beneden klapperen. En laten zien dat die machine het nog deed. Zijn hier bij de Satellite 5200 uit het Pentium 4 tijdperk. Maar eigenlijk misschien wel belangrijk is het andere stickertje wat hierbij staat. Nvidia. Hier begint een beetje de komst van losse grafische chips begint op te komen. Ja, inderdaad. De dedicated graphics kwam helemaal op. En Nvidia was daar in die tijd zeer actief in. Dus wij hebben als eerst ook Nvidia omarmd en zijn daarmee aan de slag gegaan. En de Satellite 5200 was het resultaat daarvan. Ja. En hier nog een aantal andere zeg maar, zaken die in de historie van de notebook in opkomst zijn gekomen. We hadden het al over de grotere schermen. Ja. Nou, als je hier een grote scherm pakt, 17 inch, dan komt er ook ineens ruimte voor een numeriek keypad. Dat is waar. Een numeriek keypad kwam, was toch belangrijk en kwam op. Je zag ook de toekomst voor de speakerfabrikanten, want Harman Kardon werd voor het eerst toegepast.
toegepast in machines. En je ziet dat ook weer resulteerde in apparaten als een Cosmio. Cosmio was voor ons een generatie van het allerbeste voor consumenten. En dat is het nog steeds. En daar komt als allereerste de allernieuwste technologie in tevoorschijn. Dus. Hij is tegenwoordig helemaal hip van die super dunne, super platte notebooks. Apple heeft het natuurlijk hip gemaakt met de MacBook Air. Maar dit was eigenlijk een van de eerste op PC-vlak. Ja, dit is, als ik hem even dichtklap, dan kun je het ook zien hoe dun die eigenlijk is. Ik zal hem in de voorzijde laten zien. Zo. Dit is de Portage R100. De eerste in het concept waarvan er daarna nog veel gevolgd zijn. En dan even voor de duidelijkheid, over welk jaar praten we hier? Dit is het jaar 2003 waar we dan over praten. Dus dat is al 7 jaar geleden. Ja. En dan daarachter een notebook met een draaibaar scherm. Je zou misschien de mensen die deze notebook voor het eerst zagen zouden denken, hey, het scherm is kapot. Maar het was natuurlijk wat nieuws. Het was de eerste tablet PC. Ja, dat is juist. Je kon het scherm terugdraaien en terugklappen en hem dan echt als tablet gebruiken. Maar je kon hem ook als een gewone notebook gebruiken. Hier nog een bijzondere libretto. Ja. Dit was voor jullie een jubileum-editie. Het was een jubileum-editie. 2005 hadden wij 20 jaar laptops. En daarom werd de U100 werd geïntroduceerd. De docker werd standaard meegeleverd, want daar zat een DVD-spelertje in, een brandertje ook. En het aardige was natuurlijk om het concept dat we ooit ontwikkeld hadden, om daar nog een exemplaar van in de markt te zetten. Ja, want hij lijkt eigenlijk heel erg op die grijze libretto's die we eerst aan de andere kant zagen. Ja. Nou, Cosmio hebben we het over gehad, de lijn echt met alles erop en eraan voor Cosmio. Design, daar werd verder naar gekeken. Je had dus een tray-DVD die erin kon. Dus zoals je tegenwoordig van de auto kent, hè, je hoeft alleen maar je DVD erin te steken. En dan deze machine. Het is niet bepaald de meest verkochte Toshiba notebook ooit, maar het is wel een van de meest bekende. Want een heel bekend iemand heeft er ooit mee in zijn handen gestaan. Nou, dat is absoluut juist. Dit is de Portage R400. En deze machine is ontwikkeld samen met Microsoft. En destijds heeft Bill Gates Windows Vista op deze machine geïntroduceerd en gelanceerd. Ja. En wat was dan het bijzondere aan dit apparaat dat het samen met Microsoft ontwikkeld is? Het design zelf was bijzonder, maar ook het concept dat je als je mail binnenkreeg, boodschappen binnenkreeg via 3G bijvoorbeeld, want 3G was nieuw toen de tijd, dan kon je dat op een speciaal LCD-displaytje kon je zien als je boodschappen binnen had gekregen. Ja. Daarnaast nog een Tekra. Dat is de zakelijke lijn. Dat hebben jullie eigenlijk tot op de dag van vandaag doorgezet. Ja, dat klopt. Dit is het verder EasyGuard concept, verder ontwikkeld. En daar zijn we gewoon mee doorgegaan. En dit is een van de resultaten daarvan. En dan zijn we zo toch langzaam een beetje aan het eind van de historie uitgekomen. Hier nog eventjes een erg dunne Portage. En dit is zeg maar de generatie zoals die nu te koop is. Ja, dat klopt. Dus, de laatste is de R700. Die is ook recent door jullie getest. En zo is de cirkel weer rond. Ino, hartelijk bedankt voor alle uitleg. Heel graag gedaan. Het was voor ons ook een genoegen om dit allemaal te laten zien.